In het pedagogisch raamwerk lees je over de maatschappelijke rol die kinderopvang speelt in de samenleving. Dat houdt in dat medewerkers investeren in een voortdurende dialoog met gezinnen en daar zowel vaders als moeders bij betrekken. Ouders en medewerkers leren elkaar kennen. Ze wisselen constant informatie uit. Zo hebben moeders en vaders inspraak en voelen ze zich ondersteund. In dimensie 6 van het zelf-evaluatie-instrument staat het samen opvoeden met respect voor diversiteit van gezinnen centraal. Kinderen en hun ouders staan centraal tijdens de eerste contacten met de opvang. Je maakt uitgebreid kennis met elkaar en luistert naar elkaars noden en wensen. Tijdens de eerste gesprekken stel je samen een opvangplan op. Je nodigt het gezin uit voor meerdere wenmomenten. Tijdens zo'n wenmoment geven de ouders heel wat informatie over hun kind en de begeleiders over hun werking. Zo krijgt ieder de kans om elkaar beter te leren kennen. Ouders komen tijdens de breng- en haalmomenten in de leefgroep of in de huiskamer. Hier komen de dagelijkse verhalen uit de opvang en thuis aan bod. Il était fatigué le soir un peu, mais ça va. Ça va, ok. Vous avez retrouvé sa tute hier. Alles goed met je? Ja? Papa gaat weg heute, ne? Mama komt die heute avond abholen. Niet enkel de informatie over het slapen en eten wordt verteld, maar ook wat het kind die dag beleefde. De informatie van thuis is belangrijk voor de opvang. Maar ouders kiezen zelf welke informatie ze wel of niet doorgeven. Coucou Stéphanie. Attends, vamos embora? Het brengen en halen verloopt volgens het tempo en de rituelen van kind en ouder. Ouders kunnen altijd met vragen en wensen terecht bij de begeleiders. Als aan bepaalde wensen niet voldaan kan worden, zoek je samen naar een oplossing. Oké, nu gaan we slapen. Op vraag van een ouder werden buitenbedjes geïnstalleerd. Nu krijgen alle kinderen de kans om buiten te slapen. Ja, het is fruit, papa. Ja, dat zou jij wel lusten. Dat weet ik zeker. Ouders vertellen hoe ze hun baby thuis eten geven. Dit is belangrijke informatie voor het kind en de begeleider. Nog een lepeltje? Nee, is niet lekker. Gaan we toch nog een keertje proberen? Ja. Een ouder neemt deel aan het dagelijkse leven in de opvang. Zo ervaren ze wat kinderen en begeleiders doen. Op zo'n momenten komen gesprekken over opvoeden aan bod. Nee. Gaan we een boekje lezen? Samen met papa? Ja. Ja? Allee, ja. Kom. Moeders en vaders krijgen de kans om even mee te spelen met hun kind. Ze kiezen aan welke activiteiten ze graag deelnemen. De ervaringen en ontwikkeling van kinderen worden aan de hand van observaties en foto's gedocumenteerd. Zo krijg je samen een volledig beeld van het kind. Ouders kunnen met andere ouders praten over alles wat hen bezighoudt. Dit kan tijdens breng- en haalmomenten, maar ook tijdens feestjes of activiteiten voor en met ouders. Iedereen voelt zich welkom en gerespecteerd in zijn eigenheid. Dit kan door samen verhalen te vertellen van thuis, te zingen in de thuistaal
of foto's te verzamelen van thuis en de opvang. Zo brengt een familiemuur gezinnen in beeld. En dit ondersteunt de gesprekken over gelijkenissen en verschillen. Ieder kind en iedere ouder voelt zich gerespecteerd in zijn of haar identiteit.